In 2014 is Stephen Hawking voor het laatst in Nederland. De 1400 kaartjes voor zijn lezing zijn binnen een minuut uitverkocht. De briljante geest in het verlamde lichaam, zo kent het grote publiek hem. Zittend in een rolstoel en pratend via een stemcomputer. Zijn grote droom, de ruimte ingaan. Michael has gone on and on. Space, here I come. Maar die droom is nooit uitgekomen. Verder dan tests is hij niet gekomen. Het heelal is Hawking's werkterrein. Hij bedenkt baanbrekende theorieën over ruimte en tijd en zwarte gaten. Wereldberoemd wordt hij door zijn boek A Brief History of Time over de kosmologie. Hawking spreekt tot de verbeelding. In 2014 wordt een film over zijn leven gemaakt. I'm a cosmologist. What's that? I study the marriage of space and time. De film gaat over Hawking's eerste huwelijk met Jane Wilde. En over zijn ziekte die in 1963 wordt vastgesteld, als hij 21 is. It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. Maar tegen alle verwachtingen in kan Hawking zijn leven nog jarenlang aan de wetenschap wijden. Sinds 2015 is hij zelden nog in de openbaarheid vanwege zijn ziekte. En vannacht overleed hij, thuis, in Cambridge.